Christine, we moeten het even hebben over jouw gedrag als nieuwslezeres. Welk gedrag? Ja. Dan gaan we niet verder. Ja, maar goed, precies zoiets is bij de BBC ook gebeurd. Mm-hmm. Toch is gewoon pech. Even excuses aanbieden en door. Ja, dit was tijdens een live interview met de Duitse minister van Defensie. De justitiecommissar DG Reinders over die ergebnisse informeren. Vielen dank. Dan gaan we nu verder met kort binnen. En dit was niet het enige incident van deze week. Nee. En de Indiaanse instanties sluiten niet uit dat het dodental nog verder op zal lopen. Dit was het journaal. Goedenavond. Pling. Wat? Oh, godverdomme, weer vergeten. Ja, maar goed. We willen toch ook meer online engagement? Laat even woensdag zien. Oh ja. Outworking while I'm working. Live on Dutch TV. I'm a bad baby. Ja, maar goed. Ik bedoel, wie gaat er nou vanuit dat mensen daadwerkelijk 's nachts het journaal kijken? Ja, hey, maar wij dachten dat het misschien interessant is om te denken: is dit wel het juiste vak? Ja. Voor mij. Ja. Voor jou. Dat jij dat doet. Tot mijn dood. Ja, ja. Ik had nog één. Goedenavond. Een boot met naar schatting zo'n 150 vluchtelingen is gekapseisd bij de kust van Cyprus. Daarbij kwamen zeker 30 mensen om het leven en nog 19 mensen worden vermist. Waaronder zeker 5 kinderen. Dus ja, dat is bom! Ja, nou, ik heb dat niet gedaan. Christine. Wat? Gaan jullie mij ontslaan? Is dat wat dit is? Want ik heb het wel door. Ik word hier gemansplained door 3 witte, heteroseksuele mannen in hogere functies. Die gaan zeggen wat ik als nieuwslezeres allemaal wel en niet kan doen. En dan kan Christine zeker optieven. Nee, maar Christine... Robert, luister. Oh. Dit is het verhaal dat ik naar buiten ga brengen als jullie mij ontslaan. Wederom een sterke, zelfverzekerde, vrijgevochten vrouw. Ontslagen door 3 boze, bange, witte, heteroseksuele, teringhooggeplaatste mannen. Ik denk dat het weer niet gaat lukken. Ik denk het ook niet.